Je kijkt nog steeds hier naar een nieuwe aflevering van The Punch. Alles op het gebied van de ringsporten. En dat kan kickboksen zijn, dat kan MMA zijn. Maar vandaag heeft het allemaal te maken met boxing influencers. Aan tafel Melvin Manhoef, de creator van dit hele verhaal. En daarnaast een van de deelnemers, Hanwei. En die is er helemaal klaar voor. Sowieso. Welkom man, leuk dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Hoe gaat het? Want je bent lekker druk in de voorbereiding. Nou, ik moet zeggen, het gaat nu lekker. We naderen de eindfase. Het is al eigenlijk over een paar dagen. Dus ik merk wel dat ik nu gewoon echt ready ben. Maar heb je het zwaar gehad ook onderweg? Ja, zo. Want ik heb natuurlijk al eerder gevochten. Yeah. En sommige mensen denken misschien, oh, hij heeft doorgetraind, hij heeft doorgepakt. Ik heb 2 jaar lang niks gedaan. Echt letterlijk. Kijk, ik ben 10 kilo aangekomen, puur vet. En toen moest ik opeens weer gaan beginnen met sporten. Ja, dat was echt zwaar. Ja. Maar ja, je was ook, wel druk met je werk natuurlijk. Want je bent ja, toch wel een professional influencer. Ik moet alles zien te combineren. Werk, boksen. Doe ik ook mijn vriendin. Heeft ook tijd nodig en aandacht. Zeker. En wat vind je nou, hoe was de eerste en de tweede keer dan? Ik moet zeggen, was de eerste keer makkelijk. De voorbereiding was heel anders. Want nu zitten we ook met corona natuurlijk. Ja, ja, ja. En ik denk dat ik de eerste keer beter voorbereid was. Ik had een betere voorbereiding. Uh-huh. Maar ik ben nu beter. Ik heb nu natuurlijk zeg maar, die ervaring van de eerste keer al. Ja, neem me mee. Ik hoefde die basis niet meer te leren, dat neemde ik mee. Ja, maar de voorbereiding de eerste keer was wel nog een tikkeltje zwaarder. Ja, ja, ja. En ik was nog iets beter voorbereid. Maar uiteindelijk ben ik nu wel beter. Oké, ik ben benieuwd. Zo'n jaar corona, zeg maar, wat heeft dat voor jou een effect? Want je doet eigenlijk alles digitaal vanuit je eigen punt en je eigen eiland letterlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij heeft het niet heel veel impact gehad. Het enige wat ik nu minder doe is op vakantie gaan. Maar voor de rest, ik blijf gewoon mijn ding doen. Ik kan gewoon thuis mijn video's maken. Ja. Het is alleen minder vakanties. Maar ik kan daar niet over klagen, want mensen hebben het veel slechter dan ik. Ja. En ik zit gewoon echt in een luxe positie. Ja. Mijn werk gaat door, ik blijf gewoon verdienen. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Ja, geweldig. Ja. Ja, voor jou is het kut, denk ik. Hè? Ja. en niet een beetje ook. We hebben natuurlijk, zoals de september-editie hebben we natuurlijk uitgesteld. De Gold Editie was in maart, voor de corona begon. En ja, die is helaas 2 weken van tevoren is niet doorgegaan. Dus ja, dat is heel vervelend. Maar nu hebben we verplaatst naar september, de Gold Edition. Ja, dus daar gaan we nu alles op zetten. En dan hopen we natuurlijk met allemaal publiek en alle mensen weer terug. Je vergeet mijn editie. Wat is dit? Ja. Wat is dit dan? Nee, maar daar moeten we het ook even over hebben. Ik leg alleen uit dat dat voor mij kut is. Dat vroeg jij natuurlijk. En ik zeg dus dat mijn editie, want dat was gewoon heel erg kut. Maar voor nu, sorry dan dat ik jou... maar laten we het zo doen. Laten we het dan anders doen. Want toevallig zagen wij weer iets op rapnieuws en alles. Dus ik was toch uitgedaagd door Glenn. Dus ja... Vertel dus, even, kun je dat voor de kijkers even... Ik weet niet wat voor bullshit dat is, maar... Glenn Fontein, die post opeens iets van... Yo, ik wil tegen een YouTuber vechten. Yeah. En dan denk ik van, deze guy maakt dansfilmpjes op TikTok. Yeah. Ik weet niet, als je hem ziet, dan denk je van... Kan je dit serieus nemen? Dus ik weet niet of hij serieus is. Maar ja, ik denk dat ik de perfecte tegenstander voor hem ook zou zijn. Ja, we zijn in ieder geval bezig in gesprek, dus dan weet je dat vast. Dus dan wordt 25 september dan misschien ook nog jouw editie. Hey, je hoort het. Maar wat jou betreft, vind je het leuk om weer door te gaan ermee? Kijk, ik zou zeggen, let's go. Ja. Ik heb natuurlijk, ik weet niet of je dat weet, ik heb op YouTube ook al een soort van een dingetje met Glenn. Maak video's over hem, dat ik heb, ik weet niet of je zijn content kent. Nee, maar leg het maar uit. Hij maakt echt, ik weet niet, belachelijke content. Hij danst half naakt en... Slaat gewoon echt nergens op. Doet hij puur voor de scoren, zeg maar? Doet hij puur voor de scoren, maar ik denk ook persoonlijk dat hij echt zo is. Okay. Hij heeft niet door hoe belachelijk hij bezig is. Okay. Ja. Dus dan heeft hij jou uitgedaagd, ook een beetje voor de views waarschijnlijk. Hij hoopt natuurlijk dat jij het oppakt. Hij heeft hem niet uitgedaagd, hij heeft gewoon gezegd, ik wil boksen tegen een YouTuber. Oh. Ik weet dus niet hoe serieus ik hem kan nemen. Want misschien is het inderdaad even puur voor de aandacht. Oh, hey, Glenn wil misschien vechten. Ik weet niet hoe serieus hij het neemt. Maar als hij echt wilt, laat hem maar komen. Ja. Dus jij gaat geen tegenstander uit de weg? Nee, sowieso, dat vind ik leuk. Ja. Het maakt het wel makkelijker zo. Hey. Want ik kan me ook voorstellen dat jij... Hou jij online alles een beetje in de gaten? En ook wij alle... hebben hem al gebeld en gemaild. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jij ook zeg maar alle realities en de Ex on the Beaches en dat soort dingen... Ja, dat houden we in de gaten. Maar ik word ook, natuurlijk heel veel... Door de mensen om me heen word ik heel veel dingen ook ingefluisterd. Ja. Natuurlijk, ik ben natuurlijk wel op leeftijd. Soms is het nog... Even doorkijken wie zijn er ook alweer. Wat is, maar... Net zoals ik. Oh, ja. Dus, ik zit trouwens wel zondagavond trouw te kijken... om te weten wat al die toys zijn. Toch. Dus dat bedoel ik. En in principe word ik
door mijn achterban, weet je, die zijn allemaal jong, mijn kinderen zijn jong, word ik allemaal gewoon up-to-date gehouden. Maar van hem word je wel heel enthousiast natuurlijk dat hij zo iedere keer vol vuur zit. Ja, maar dat is hartstikke leuk. En dit is ook gewoon waar je naartoe kijkt. Dit is natuurlijk leuk dat je ook een soort influencers league krijgt waar we mee bezig zijn. En dat is natuurlijk mooi kijken. En als hij dan een keer vecht, dan moet hij natuurlijk voor zo'n influencerschorrel vechten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar ben je wel rijp voor uiteindelijk, hè? Ja, sowieso. Ja. Okay, weet je wat het is? Ik had eigenlijk helemaal niet het plan om door te gaan. Na Ismael, 2 jaar niks eraan, ik was eigenlijk al klaar. Toen kwam dit opeens op mijn pad. Melvin belde me opeens op van, hey, we hebben een nieuwe tegenstander van je. Ja. Daar kon ik eigenlijk gewoon geen nee tegen zeggen. Nee, want ja, was dat natuurlijk is wel persoonlijk. Zo, ja. Hij is wel heel duidelijk daarin. Ik belde hem en zei, nee man, hoeft niet. En toen zei ik tegen hem van, ja oké, maar dit is misschien wel interessant. Toen zei hij, oh, ja, en toen, ja, want, toen ging het. Het is voor jou, hè, want op financieel vlak ga je lekker natuurlijk met je hele YouTube. Ik heb het financieel gezien niet nodig. Nee. En daarom hoef ik het eigenlijk ook niet. Maar dit vind ik leuk. Ja. En daar ben ik wel weer down voor. Dat is toch weer trots, een beetje, om toch... Ja, ja. Dat is weer anders. Want eigenlijk was ik er dus al klaar mee. Moet je nagaan, eigenlijk is hij er klaar mee. Maar toch, net wat hij zegt, die lifestyle van hard trainen. Je hoort zelf, hij is, zeg maar dan, hij heeft niks gedaan, 2 jaar niet getraind. Nou is hij weer bezig met zijn eigen voeding, lichaam, snap je? En niet om wat, maar voel je niet beter nu dat je zo traint en dat je... Een beetje, het ding is, ik voel me nu sowieso beter, maar ik weet dat zodra dit klaar is en ik heb geen doel meer, of het is geen gericht doel, ik zak sowieso af. Dan zetten wij hier het doel, Glenn van Tom. En dan ben jij zeg maar, en wat is dan het eerste waar je naartoe gaat? Wat is echt je guilty pleasure qua eten? Guilty pleasure qua eten? Nou, ik eet gewoon door hoor. Ja? Ik blijf gewoon door eten, want ik moest aankomen voor dit gevecht. Ja. Ik moest echt veel eten. Dus op zich, op het eetvlak heb ik niet echt... Ja, anders gegeten of zo. Okay, maar ik eet sowieso heel clean altijd, maar ik eet lekker. Yeah. Gewoon steak, veel kip. Ja, dat blijf ik gewoon doen. Oké, dus je bent wel eigenlijk ben je er ook wel bewust mee bezig. Ook als je niet vecht, dan blijf je nog steeds bewust. Ja, maar... Beetje niet op vakantie gaat. Beetje. Ja. Hey, laten we even kijken naar die face-off die je hebt gehad met jouw tegenstander. Ik vraag 20.000 keer aan jou, wat lul je? Vertel dat. Stel eens gewoon mee, was niet nodig. En ik ga jou laten zien. Luister. Dat je niet zomaar op mijn naam chat. Bro, dat gaat niet werken. Ja, jij was bloedje fel daar natuurlijk. Kun je nog even heel kort, echt in een... Wat is nou precies die Tory? Want... Kijk, ik heb dit al zo vaak verteld. En volgens mij, de meeste mensen weten het ook al. Maar even in het kort. Joey was echt een goede vriend van mij. Echt lang ook. We chillen vaak. Op een gegeven moment, hij besloot me op te lichten. En toen waren er geen matties meer. Nee, dat snap ik. En nu sta je tegenover hem in de ring. Ja. Wat is je verwachting daarin? Kijk, ik denk, ik sla hem sowieso eruit. Ik zeg maar, hoe ik Joey ken als persoon... Ik zie hem niet als iemand die dedicated gaat trainen. Misschien gaat hij een beetje hier en daar trainen. Maar ik zie hem niet zo gefocust. En ik denk sowieso dat ik hem eruit sla. Ja. Wat denk jij? Nou, wat ik denk, ik ben gewoon neutraal. Snap je? Ik denk helemaal niks. Wat hij zegt, als hij de dedicated mee bezig is... Dan wordt het een hele goede partij. Ja. Als het niet dedicated mee bezig is, dan kan hij gelijk hebben. Maar ja, je moet het zo zien. Als hij er niet dedicated mee bezig is, geldt precies voor hem hetzelfde. Precies. Kijk, het gaat er gewoon om waar leg je prioriteit op, je focus. Nou, en als je dat goed hebt, je weet dat je de wedstrijd eraan komt. Dus dan moet je keihard trainen. Ja. En nogmaals, voor mij is het alleen het belangrijkste dat ze allebei gezond de ring uitkomen. En dat ze gewoon een hele harde partij neerzetten voor hunzelf natuurlijk. Ja. En voor het publiek. En ja, dan... ben ik gewoon als organisator, promotor, zijn wij hartstikke tevreden. Snap je? Want het gaat erom, de mensen die kijken, ja, die supporten natuurlijk Hanwei of Joey. Nou, en dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk belangrijk, toch? En daar ben je het voor doen. Over positieve aanvalsenergie zit je genoeg vol, zeg maar, hè? Ja, sowieso, maar ook als ik die reacties zie. Ik vind het ook gewoon leuk om te zien hoe hyped iedereen ook is. Ja. Want ze delen mijn hype, want ik ben natuurlijk ook super hyped hiervoor. Ja, maar het gaat wel. Ja, we waren ook. Hij was 4 trending, dus ja, ik moet zeggen. Hey, we gaan keihard, man. Ja, 500.000 views in een dagje. Ja. Ik denk dat dit een serieuze kandidaat is voor de Boxing Influencers title belt, zeg maar. Ja, dat sowieso. Dat is wel. Ja, wie weet. We moeten nog even zo direct de kamer in. Dan gaan we dat bespreken. Nou, dan ga ik afronden. Dan is dat heel belangrijk. Hanwei, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. Ja, geen probleem. Heel veel succes. En we gaan natuurlijk van je genieten, de 28e.
Dus ik zou zeggen, succes met de laatste dagen. En Melvin, jij ook weer natuurlijk. Ja. Succes straks met de onderhandelingen ook. Ja. Komt goed. Wil jij nou nog deze stream meemaken? Dan kan dat natuurlijk. Want haal je stream bij boxinginfluencers.com. Dus zorg dat je dat niet mist. Dan weet je ook dat je er vrijdag bij moet zijn. Want ik denk dat het wel veel weg gaat worden. Jongens, dank jullie wel. En dit was hem weer, deze aflevering van de Punch. Bedankt voor het kijken. Woe! Graag. Tot de volgende keer. Hoi. Aanstaande vrijdag 28 mei. Boxing Influencers meets WFL. Met spectaculaire partijen. Zoals het veelbesproken gevecht tussen Rarko en Sonny Lorenzo. De ultieme Tampa Battle. Greg versus Daryl. En het gevecht waar velen al maandenlang op zitten te wachten. De clash tussen Hanway en Joey Craig. Maar er is meer. In samenwerking met WFL zullen deze avond ook professionele kickboxers het tegen elkaar opnemen in de ring. Waaronder Mark Trijsburg, de comeback van niemand minder dan Ibrahim El Bouni. En het titelgevecht tussen Raymond Bonte en Boy Boy Martin. Dus haal je livestream ticket vandaag nog via boxinginfluencers.com.